Wat zijn jullie aan het doen? Ja, we zijn blower door testen aan het doen. De blower door test. Ja, we zetten eerst het huis eigenlijk op onderdruk en daarna op overdruk om te kijken waar de lucht eigenlijk uit het huis verdwijnt. En dan hebben we een soort kleine rookstaaf die we door het huis ook gaan om te kijken waar de rook dan precies weggaat. Om te kijken hoeveel lucht eruit gebouwd krijgt. Vorige week hadden we toevallig een huis en die had spotjes laten zitten. En daar ging dus inderdaad allemaal tocht langs. En zo door de woning verdwenen allemaal. Dus dat werd kouder, een koude plek. Dus die mensen die doen een spotje voor wat extra verlichting, maar ondertussen verliezen ze heel veel warmte eigenlijk. Ja, dat zag ik niet zo netjes neergezet. Ja. Ja, en nu zijn we hier bij het pand Het Gouden Lampet in de Bogaardstraat. Weten jullie toevallig uit welk jaar dit huis is? Wanneer het gebouwd is? 1720. Dat is dus echt een ouwetje? Ja. Wat heb je hier nu? Dit is de maid unit die daar aan hangt. Ja, dit is de ventilator en in principe regelt het kastje, zeg maar. Die zet het dan weer om naar gegevens. En die gaan dan via de kabel naar de laptop. En de laptop maakt er een grafiek van. Ja, doe maar eerst de onderkant. Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen. Dat dacht ik. Horen. En hoe is het om te studeren in Middelburg? Is het een fijne plek? Ja, vind ik wel hoor. Ik vind Middelburg wel een leuke stad. Ja? Dus ja, is genoeg te doen en leuke winkels normaal gesproken. Ja, en woon je hier ook of ga je altijd heen en weer? Nee, ik ga altijd op en neer, bijvoorbeeld met OV, bij een uurtje onderweg. Een uurtje? Ja. Moet je naar Terneuzen of zo? Of Axel. Axel, ja. Oké. Okay. Ja, nu Koewacht, maar eerst Axel. Oké. Maar je bent wel iemand die in Zeeuws-Vlaanderen wil blijven wonen? Ja, echt wel. Ja, te zeggen. Nou ja, je hoort ook heel veel dat daar veel jongeren wegtrekken, maar is dat wel goed om te horen dat mensen er blijven? Ja, ik vind het juist wel gezellig en ik heb mijn familie en vrienden, dus waarom zou ik weggaan? Ja, nou, goed punt. Ja, misschien voor werk of voor je studie, dat hoeft het dus niet. Nee, dat hoeft het niet en er is genoeg werk volgens mij, dus... Nou, tof. Ja, ik ga beginnen, dus ga wel lawaai maken. Oké, heel goed. Bernard, hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. We zijn met van alles bezig. Duurzaamheid, hè, dat is de grote koepel. En we zijn allemaal onderzoekjes aan het doen met de studenten om te kijken waar we woningen, bestaande woningen, kunnen verbeteren. En ze leren op school wel nieuwe woningen te ontwerpen. Die moeten voldoen aan de huidige wet, die zijn superzuinig. Maar er staat voor 98% aan oude woningen in Nederland en daar moet allemaal wat aan gebeuren. En we doen twee dingen, twee onderzoekjes. Eén is met infraroodcamera's. Dan zijn we nu op dit moment 3000 van die scans aan het maken. Infraroodscans van woningen in Middelburg, Vlissingen, Capelle en Rijmerswaal. 3000 is wel heel veel. Ja, 1000 in Middelburg. En dat gaat goed, maar dan zie je dus warmte lekken. En het andere onderzoekje wat we doen is met een nieuwe testinstallatie. De blower door test, die zie je op de achtergrond. Dan zet je het huis onder druk, zeg maar. Dan ga je de naden en de kieren zoeken. Dan ga je kijken waar het huis warmte verliest via kieren. En dus dan plakken we wel alle ventilatievoorzieningen af, want daar hoort natuurlijk een huis om geventileerd te zijn. Maar we doen juist de ongewenste ventilatie proberen we in beeld te krijgen, zodat een huis zuiniger kan worden gemaakt. Ja. Dat soort dingen proberen we in beeld te krijgen. En als we dan een beetje van al die woningen een test hebben gedaan, gaan we kijken of we die kunnen verbeteren. En dan gaan sommige mensen gaan er ook mee aan de slag. En dan gaan we na een paar jaar weer testen. En dan hopen we natuurlijk dat we verbetering zien. Dat het getal, de lekheid van het huis, omlaag gaat. Ja, maar uiteindelijk is het dus op basis van het rapport gaan zij mogelijk zelf verbeteringen doen. En ga je dan over een paar jaar weer kijken of het dan verbeterd is? Precies. Nou, deze klanten toevallig, die hebben al een plan. Die hebben zich ingeschreven voor een monumentenpaspoort en voor de Dumo coaching. En dan is er een duurzame monumentencoach die gaat ze helpen het huis te verduurzamen. Dubbelglas plaatsen, zolder isoleren, dat soort dingen. En als je die kap isoleert, dan heb je al gelijk ook dat die ook al luchtdichter wordt. Dus dat gaat allemaal effect hebben. Ja, kijk, nu zijn de studenten bezig, die zijn meestal nooit zo duur, maar wie betaalt het allemaal? Nou, de set waar we mee testen kostte ruim 15.000 euro. En in het verleden huurden we die altijd in om deze testjes te doen. Maar ja, we wilden het eigenlijk graag in eigen bezit hebben. We hebben de Rabobank benaderd. En het Rabobank Coöperatiefonds heeft ons dat bedrag geschonken. En in het kader van het verduurzamen. Dus hebben ook een aantal speerpunten bij de Rabobank. Dat is agrofood, vooral voor de boeren. Maar ook het verduurzamen van onze leefwereld. En daar past dit prima in. En we hebben ook de afspraak dat we met hun dat we veel mensen van de Rabobank gaan testen. De woningen natuurlijk, maar aan de andere kant ook. Dat we die bevindingen ook breed publiceren. Dat het voor de hele gemeenschap beschikbaar komt. Dat iedereen daar wat van kan leren. Dankjewel voor de toelichting. En succes met doorblazen, zou ik zeggen. Dankjewel.